Een hele goede morgen. Het is goed om u te zien. Ik wil u bemoedigen om ook de persoon naast u even aan te kijken, diep in de ogen en zeggen, hé, wat fijn dat jij er bent. En maak ruimte, hier is nog een hele sectie wat nog open is, hè? Dus de mensen versturen naar de lege plekken. Wat goed dat u er bent. Hé! Hey. Ja. Bent u er klaar voor vanochtend? Zullen wij ons gezang richten tot God? Is hij goed? Is hij goed? Amen, amen. Nu mag je in uw handen klappen. Op de maat. The Lord is good all the time. God is good, amen. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Okay, ik wil alleen alle dames horen. Alle dames, alle dames. Lord, you are good. Zijn hier mannen in het huis? Laat me je horen, Lord, you are good. Sing it again. Met z'n allen, Lord, you are good. Lord, you are good. And your mercy endures forever. Lord, you are good. And your mercy endures. Time. You are good, you are good,
all the time, all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. Who you are. Who you are. We gaan even, u mag u klaarmaken om uw offeranden te geven. En dan gaat Henny ons voor in gebed. Heer, dank u wel dat wij hier mogen zijn, Heer. Heer, dank u wel dat wij ook financieel mogen steunen, Heer. Zodat wij ook kunnen proclameren en vertellen over u, Heer, aan andere mensen, Heer. Wilt u de offergave zegenen, Heer? Dank u wel daarvoor. Amen. Als je zover bent, mag je er weer bij gaan staan. En dan gaan we verder. Wie is als hij? De leeuw, maar ook het lam. Gezeten op de troon. Bergen buigen neer. En de zee verheft haar stem. Voor de allerhoogste Heer. Laat het nog een keer zingen. Wie is als hij? Wie is als hij? De leeuw, maar ook het lam. Gezeten op de troon. Bergen buigen neer en de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aarde. Wie is als hij? Wie is als hij? De leeuw, maar ook het lam. Gezeten op de troon. Bergen buigen neer. En de zee verheft haar stem. Voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai! Prijs Adonai! Totdat zij ondergaat. Prijs Adonai. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden hem. Prijs Adonai. Wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai. Alle naties van de aard, Adonai. Prijs Adonai.
al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier, want dit om het lied, Heere. Wij willen u ontmoeten, Heer. Wij geven ons hart deze ochtend aan u, Heer.
muziek vervaagt. Langzaam wordt het stil, dan kom ik bij u. Met mijn grootste wens, iets te geven, Heer, waar u blij mee bent. Ik geef u meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant heen. Heer, u bent zoveel meer dan ik zeggen kan. Maar al ben ik zwak, alles wat ik heb, leg ik voor u. Is niet waar u naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant heen, doorgrond het diepst van mijn hart. Ik wil terug. Zochten. Ik geef u meer dan een liefde.
mogen komen, Heer. Terug tot u mogen komen. En dan doet al het andere er niet meer toe, maar u alleen. En dan willen wij rennen naar u, Heer. Wij willen rennen naar u, Heer. Naar uw wijd open armen. Naar uw armen van liefde. Dank u wel, Heer. Dank u wel. U bent zo goed, Heer. U bent waardig te ontvangen, Heer, onze aanbidding, onze lof, onze dank komt u toe, Heer. Onze aanbidding is voor u, Heer. Wij leggen ons hart voor u neer, Heer. En wij zeggen, Heer, u bent onze Heer. U bent onze God, Heer. En mijn aanbidding komt u toe, Heer. Troon en onze stem verheffen wij.
lam op de troon. Het lam dat is geslacht. Het lam voor ons. Het offer dat is gebracht. Nu in de heerlijkheid. U bent onze God, onze majesteit, onze koning. O, en wat zien wij uit naar de dag dat wij u mogen ontmoeten. U komt terug. Wij zien uit naar uw terugkomst, Heer. En wij zullen wachten. En wij zullen verwachten. En wij zullen leven, Heer. Opdat het u de eer geeft, Heer. Want wij zijn uw kinderen en wij behoren tot onze koning. En wij mogen koningskinderen zijn. Wij mogen erfgenamen zijn in Christus. Dank u wel, u wacht op ons. U zit aan de tafel en u bereidt de maaltijd voor. En ook zo vanochtend mogen wij aan de tafel bij u zitten. En u wacht, u wacht. U gaat naar buiten. En waar zijn de mensen? Hier zijn wij, Heer. Hier zijn wij voor u, Heer. En wij verkiezen om aan uw tafel te zitten. Ook vandaag, Heer. Wij willen hangen aan uw lippen, Heer. Zitten aan uw borst. Horen van u, Heer. Want onze ziel verlangt naar u, Heer. Onze ziel verlangt naar u. Zoals een hert dat verlangt naar water. Zo dorst ons binnenste naar u, Heer. Dat het mag uitspruiten. Dat het mag overvloeien, Heer. Onze lege cup, Heer. Laat het vullen, Heer. Overspoel het, Heer. Overspoel uw gemeente, Heer. Met meer en meer van u, Heer. Meer van u, het levend water, Heer. Heer, dat het de wijken mag reiken. Dat het voor ons uit mag gaan, waar wij ook gaan, Heer. Maar dat mensen iets anders in ons mogen zien. U, Heer, u die leven schenkt. U die leven geeft. U die hoop brengt. U bent ook onze hoop, Heer. U bent onze vrede. Dank u wel voor wie u bent. Dank u voor wie u wilt zijn voor ons, Heer. En wilt u ons leiden, help ons, Heer. Dat wij altijd onze weg tot u mogen vinden, Heer. Schenk ons daarvoor de kracht, Heer. Schenk ons daarvoor de geloof, Heer. De volharding, Heer. Niet op te geven, Heer. Maar met een opgeheven hoofd. Altijd gericht te zijn op u, Heer. Want daar komt ons hulp vandaan. Onze hulp komt van u, Heer. Die hemel en aarde heeft gemaakt, Heer. Niets anders, Heer. Heer, willen wij u vertrouwen dan u alleen, onze vaste grond. Christus Jezus, de hoeksteen van ons geloof. Dat bent u, Heer. Dat bent u, Heer. O, en wij mogen bij u horen. Wij mogen op u staan, Heer. Op uw woord en op uw beloftes, Heer. Zo bid ik dat voor uw kinderen toe, Heer. Heer, dat wij mogen leren te staan op uw beloftes, op wat u zegt, Heer. O, dat wij van u mogen ontvangen. Levend woord, levend manna, Heer. Kracht, Heer. Kracht, Heer. Nieuwe kracht, Heer. Dank u, Heer. Zo gaat u ons ook verder. Wij maken ons hart klaar voor het woord. Dank u. U gaat tot ons dienen, Heer. U dient uw woord tot uw volk. Wauw, geweldig. U gaat uw woord dienen tot uw gemeente. Dank u. Wij prijzen uw heilige naam. Halleluja, amen. Voren.
als je, ik denk Ron die achter staat, ik heb met hem daarnet gesproken, zou je naar voren willen komen? Misschien zijn er nog anderen die gebed nodig hebben. Dan gaan we achterste voren te werken. Ja, Gods geest is hier in ons midden. Laten we zo voor elkaar binnen, met elkaar samen God groot maken voor een doorbraak. Voor een geweldige uitwerking van de Heilige Geest in ons midden. Want Hij is het waard om geprezen te worden. Hij is het die ons diepste harten kent, ons verlangen kent. Hij wil niet uw portemonnee. Hij wil niet uw bezit hebben. Hij wil uw hart hebben. Hij wil ons mijn hart hebben. Halleluja. Dat is het enige wat Hij wil. Broeders en zusters, zo geef uw hart aan Hem. Opent uw hart. Hij is hier in ons midden. Ja? Als u gebed nodig heeft. Hij, de Heilige Geest, overtuigt ons. Overtuigt ons van wat? Van zonde, van oordeel, van gerechtigheid. Halleluja. Dankjewel. Zijn er nog anderen die gebed nodig hebben? Ja? Kom maar naar voren als u ervaart. Gods geest is... Halleluja. Laten wij onze handen uitstrekken naar hem. Kijk maar even toe. Halleluja. Hij is waardig. Hij is waardig. Heere God, u bent waardig, Heere, geprezen te worden. Dank u, Heer, voor mijn broeder. Dank u, Heer, voor Ron. Halleluja. Dank u dat ook op zijn leven uw roeping rust, Heere. Heer, dat hij ook voorbestemd is, al voor de grondlegging der wereld, Heer, om een geweldig werk te doen. Heer, in uw koninkrijk alleen. Halleluja, dank u Vader God, dat het licht heeft geschenen in dit duistere leven, in dit duistere hart van Ron, dat de duisternis is geweken. Heer, en zo gebid ik ook elke duistere plek wat er nog resteert in de naam van Jezus, uit dit lichaam te verdwijnen. In Jezus' naam. Laat het licht zijn. Laat het licht geschenen, mogen schijnen. Overal. In je hele, door je hele leven heen. Door je hele gedachten. Heer, neem over zijn gedachten. Dat wij alleen maar uw gedachten mogen hebben. Wij hebben immers ook uw gedachten ontvangen, Heer. De gedachten van Christus staat er in uw woord. Halleluja. We prijzen u. Heere God, dank u, Heer, dat u gaat spreken. Dat u mijn broeder leidt. Vader, ik dank u voor geweldig herstel. Heer, als Ron terug mag blikken, Heer, dan is alleen maar één woord dat er doorheen, overheen stijgt. Dat is genade. Uw genade. Overvloedige genade, mijn broeder. Oh, halleluja. Halleluja. Oh, halleluja. Zegen je in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Halleluja. Dank u wel, Heer. Yes. Ja, vul hem, Heer, met uw kracht. Vul hem, Heer, met nieuwe liefde. Vul hem met uw vrede. Met uw blijdschap. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Hallo broeders en zusters, ik wil hierbij zeggen dat eind van dit jaar is er een getuigenisdienst en daar wil ik het over hebben straks, over de Heer en over mijzelf. Dank u wel, dank u mijn broeders en zusters. Halleluja. Ook een gebed voor voorbeden voor zuster Latifa. Zij is, ze wil helemaal vrij zijn van nicotine. Nou, ja, amen. Okay. Laten wij onze handen uitstrekken. Halleluja. Heere God, dank u wel dat er niets onmogelijk is voor degene die geloven, Heere. Heer, en ik dank u zo voor Latifa op dit moment. Heer, ze heeft te kennen gegeven, Heer, ten overstaan van de gemeente, deze stap te willen doen. Heer, een radicale stap.
samen met u in de kracht van de Heilige Geest, Heer. Zo gebied ik en beslecht ik deze geest van nicotine in Jezus' naam. Halleluja. Duisternis, wijk in de naam van Jezus. Duisternis, duistere plek, wijk, zodat het licht mag schijnen. Halleluja. Vul jezelf met het woord, mijn zuster. Ja. Met de waarheid. Want de waarheid is het die jou vrijmaakt. Halleluja. De waarheid is het die ons allen vrijmaakt. Van elke last. Om God je middel, zegt Efeziërs 6. Je lendenen met de waarheid. Heer, het helm des heils. Heer, dat ze dat mag aantrekken. Borstplaat en gerechtigheid. Heer, en de middel om God met de waarheid. Halleluja. De voeten geschoeid met de breedvaardigheid van het evangelie. En we mogen ook het schild des geloofs hanteren, mijn broeders en zusters. Om die vurige pijlen van de boze af te ketsen. Heer, ik dank u voor het woord van God, het zwaard des geestes. Halleluja. In de naam van Jezus. Amen. We danken u voor onze zuster, Heere. Heere God, u bent Heer der Heren, Koning der Koningen. Heere God, dank u dat u ons verlost hebt, Heere. Van een heleboel zaken, Heere. Heer, maar we moeten ook u erkennen als onze God, als onze Heer en Meester, Koning der Koningen van het leven. Heer, dat u mogen heersen in het leven van mijn zuster Parvati. In de naam van Jezus gebied ik elke duisternis te wijken. Elk bolwerk, die breng ik onder gehoorzaamheid van Jezus Christus. En je blijft daar. Halleluja. Je bent overwonnen door de Heere. Dood, waar is je prikkel? De dood zal jou niet meer overheersen. Dank u wel, Heere God, dat wij niet meer gebukt hoeven te gaan onder de zondemacht, Heere. Maar we zijn vrij om onze ledematen, ons lichaam te stellen in dienst van de Heere God alleen. Halleluja, in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Ja, van de voet, van haar hoofd tot haar voetzool. Halleluja, vrij in Jezus naam. Hij die vrij heeft gemaakt, is waarlijk vrij. Halleluja, 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 halleluja. Voordat we naar het woord gaan, er is nog een getuigenis van onze broeder. Goedemorgen, familie. Voor degenen die me nog niet kennen, mijn naam is Jeremy Fun. En ik ben sinds kort ben ik een deel van deze kerkgemeente, dus van deze familie. En ik wou een getuigenis delen met jullie. Ik weet dat de kerk, ja, dus sinds wij zijn binnengekomen, heb ik ervaren dat er een beetje strijd was in de kerk. Er is genoeg slecht nieuws, laat zeggen, geweest, als het ware. Maar nu wou ik jullie bemoedigen met iets goeds, iets positiefs, dat ons is overkomen. Ja. Ik bedoel, ik denk dat de kerk dat ook nodig heeft, toch? Een beetje bemoediging. En ik moet wel zeggen, ik ervaar vandaag een sterke, hoe zeg je dat, een geest van gebrokenheid.
Dus het kan zijn dat ik misschien gewoon breek tijdens getuigenis of zo, maar neem me dan niet kwalijk. Ik ga proberen om het kort te houden. Normaal gesproken, als ik getuigenis geef, dan rek ik het. Maar ik ga proberen om het echt in grote lijnen te vertellen. Sinds we zijn gekomen, waren we op zoek naar een kerk. We zijn naar verschillende kerken geweest om te kijken hoe de atmosfeer is, als de doctrine een goede doctrine is, dus dat ze niet van het woord afwijken. Maar een van de dingen die, wat het probleem was, is we hadden op dat moment geen manier om naar de kerk te gaan. Dus we hadden geen eigen vervoer. En toen God had een deur geopend. We hebben hele lieve buren. Dus een van onze buren heeft ons een auto geleend. Ze heeft 3 auto's en we mochten 1 auto van hem lenen, want anders moest hij dus nog bewegenbelasting betalen. Dus allemaal dingen die hij eigenlijk moest betalen terwijl hij die auto niet gebruikt. Dus mochten wij de auto lenen. Toen wij die auto hadden geleend, toen konden we op zoek gaan naar een kerk. En uiteindelijk zijn we hier gekomen en de Heer heeft echt bevestigd, dit is de kerk waar jullie moeten zijn. Hij heeft ons de rust in onze hart gegeven. En toevallig zijn Kurt en Petra ook, onze oude worship leaders van onze vorige kerk. Maar de getuigenis wat ik wou delen is, dezelfde auto die wij mochten lenen, op een gegeven moment was ik in een ongeluk met die auto. En ik was er zo sterk van overtuigd dat het niet mijn fout was. Het was, ik stond bijna als het ware stil. Een auto stond voor mij en die gaf me geen ruimte om te rijden. Dus die auto begon achteruit te rijden. En ik, normaal gesproken, je wil niet dat de auto tegen jou aankomt, dus je gaat ook achteruit rijden. Toen kwam een grote vrachtwagen en die heeft ons blijkbaar niet gezien, maar die nam de bocht. En doordat ze een grote uitzwaai hadden, kwam de uitzwaai tegen onze auto. Heeft helemaal schade gebracht. En tot op dat moment had ik echt zoiets van, nee, wij zitten niet fout. De vrachtwagen is fout door wat er is gebeurd. Dus uiteindelijk verzekeringmaatschappij gebeld, zij gingen onderzoek doen en alles. Wat blijkt daaruit? Het bleek toch dat ik fout was, omdat ik achteruit was aan het rijden. Dus ik was toch fout. En ik zat in een soort van worsteling met mezelf. Ik dacht van, Heer, waarom? Waarom dit? Dus we hebben eindelijk een auto, nu kunnen we naar de kerk. Dus als het ware, dus we proberen alles te doen, op de manier dat God het wil. En dan gebeurt er zoiets. En dan dacht ik van, waarom God? Ik zat ermee. Ik zat van, hoe kan het zijn? Ik weet zeker dat ik dit niet met een slechte intentie heb gedaan of zo. Weet je, ik zat met mijn kinderen in de auto en ik deed alles goed en dan gebeurt dit. Dus, wat gebeurde er? We hebben alle stappen gevolgd en de advocaat, aan de kant van de verzekering, die zei van, hij zag de situatie, hij vindt het heel erg dat ik fout ben vanwege de wet. Maar hij zei ook van, de vrachtwagenchauffeur die reed ook zo roekeloos. Hij reed alsof er geen verkeer was op de weg. Hij nam gewoon de bocht zo groot. Hij had niet echt rekening met ons gehouden. Dus wat zeiden ze? De verzekeringsmaatschappij, die zeiden van, oké, weet je wat? Dan zullen wij wat geld uitkeren naar jullie. Dus toch gezien de situatie. Maar mevrouw, ik ben zo blij dat ik zo'n vrouw heb gekregen van God. Mijn vrouw gaat niet gewoon iets gewoon aannemen als ze denkt van nee, dit is niet. Ze zei van ik ga niet akkoord met het bedrag wat jullie zeggen. Ze zei van nee, we moeten wel meer dan dit krijgen. De schade dus die de vrachtwagen heeft veroorzaakt, dit gaat helemaal niks dekken. Dus de verzekering zei van oké, wat had u dan in gedachten? Had ze een bedrag gezegd en ze zijn ermee akkoord gegaan. Dus, en nu komt het. Want jullie weten dat de Bijbel zegt zelf van God kan een vloek of een curse of iets wat slecht uitziet, kan hij nemen en hij kan het helemaal omkeren en iets goeds van maken. Dus uiteindelijk, wat is er gebeurd? De verzekering heeft ons meer geld uitgekeerd. Mijn schadevrije jaar of zo zijn niet aangetast. Want het is niet iets wat ik bewust heb gedaan of dat ik door een rode licht of zoiets heb gedaan. Maar dus mijn schadejaren zijn ook niet aangetast. En met het geld wat we hebben gekregen van de verzekering, hebben we de auto overgekocht van de buren. En we hebben nog geld overgehouden. Dus als de Bijbel zegt dat God geeft je meer dan wat je nodig hebt, dan is het ook gewoon zo.
Dus nu hebben we een auto van onszelf. Dus nu kunnen we zorgeloos naar de kerk komen. God dienen. Fellowshipen met onze broeders en zusters. Dus hiermee wil ik jullie bemoedigen. Ik weet niet waar jullie nu doorheen gaan. Misschien gaat het alles prima. Of misschien zit je met iets. Maar als jij doet wat God van jou verwacht. En zelfs al doe je niet wat God, wat God van jou verwacht. God is altijd getrouw. Of trouw. En hij heeft mij dat zo vaak laten zien. Nu weer. Dus daarmee wil ik jullie vanochtend bemoedigen. Maakt niet uit waar je doorheen gaat. God is altijd daar. God luistert altijd. En voor hem is alles mogelijk. Ja? Dankjewel, Jeremy. Ja, hele fijne getuigenis. Halleluja. Vandaag wil ik het eigenlijk een klein beetje aanhalen over, ik had eigenlijk het lied willen zingen, Open the eyes of my heart, Lord, I want to see you. Goed, we hebben al zoveel liedjes gezongen, dus ik denk, misschien straks, hè? Hina, oké. Open the eyes of my heart, Lord. Mijn begintekst is Efeze 1, dat is denk ik een wel bekende tekst. Efeze 1, het gaat om vers 18, maar ik begin bij vers 17 met lezen. Vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geeft de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Ja? Dat hij ons die geest van wijsheid en van openbaring geeft met het doel om hem echt te kennen. Dus het kennen van God. Nou, en dan lees ik verder vers 18 waar het om gaat. Verlicht de ogen uws harten. Dat wil zeggen dat de ogen van je hart verlicht worden. Dat lied gaat ook erover. Open the eyes of my heart. Open de ogen van mijn hart. Oh ja, ja. U heeft eigenlijk 4 paar ogen. 2 en 2. 2 natuurlijke ogen en 2 geestelijke ogen. Wist u dat? Nou, is de preek eigenlijk al klaar, hè? Zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen. En dan vers 19, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Ja, goed, dat is schrijfwijze van Paulus altijd, hè? Een beetje langdradig en soms een beetje ingewikkeld ook. Maar verlicht de ogen van uw hart. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. Ik ken een verhaal. Het gaat over iemand die is op een gegeven moment naar de markt gegaan. En op de markt zag hij op een gegeven moment iemand die puppies verkocht. En Roomse puppies te koop. En dan die man, die kijkt zo, oké, Roomse puppies te koop. Oh, wat schattig, hè? En oké, hij is dus verder gegaan. De volgende, de week erop, is hij weer daar naartoe gegaan, is hij weer naar de markt gegaan. En dan zag hij weer die man staan met, daar staat dus iets anders op. Ja, daar staat Pinksterpuppies te koop. Pinksterpuppies te koop. En hij zag, het is dezelfde man. En
Hij vroeg aan die man van, wat is dat? Vorige week was ik hier, ik zag Roomse puppies te koop en nu Pinksterpuppies te koop. En hij vraagt het aan die man, dus wat is er aan de hand? Hij zei, oh, hij zei, de ogen van die puppies zijn open gegaan, zegt hij. Nou, ik was dus zo'n puppy, ja. Rooms, katholiek, opgevoed, broeders en zusters. Ja. Maar op een dag bracht iemand mij naar de gemeente en ik mocht onder het gehoor van het woord van God luisteren. Ik luisterde naar het woord van de Heer. Ik hoorde, echt. Het ging hierin en ging daar weer uit. Ja. Nou, vooruit. De ene keer, dat was de ene zondag. De volgende zondag ben ik weer gekomen. Luisterde ik weer naar het woord. Het woord kwam hierin en ging weer daaruit. Maar ik bleef komen. Ik bleef komen. En toen kwam er een moment dat ik luisterde naar het woord van God. Het kwam in mijn gedachten en het ging niet meer links of rechts, maar het ging in mijn hart. En toen werden mijn ogen geopend. Begrijpt u? Dus het is belangrijk om steeds het woord van God te horen. Ja, open the eyes of my heart, Lord. Weet u, vandaag de dag verkondig ik het evangelie. Ik mag het vertellen. Ik mag het best weten. Ik ben eigenlijk al gepensioneerd. Ja. Ja, ik behoor eigenlijk tot de 75. Nee, zo oud ben ik nou ook weer niet. Ik ben 69. Ja, dat is toch genade van de Heer. Ja. Ik ben eigenlijk al gepensioneerd, maar ik rij graag auto. En zonder brokken. maar goed. Ik heb zeggen en schrijven, nu het toch over ongelukken hebben. Mij is ooit iets gebeurd, iets overkomen. Ik reed ook zoiets, iets achteruit. En toen was het dus mijn fout. Maar was de enige keer dat ik dus ooit een ongeluk heb gehad. Voor zover ik dat kan herinneren. En voor de rest bijna. Nee, geen ongelukken. Dus prijs de Heer daarvoor. Ja. Maar in ieder geval, wat was ik toch aan het vertellen? Ik ben kwijt. Ik luisterde dus naar het woord van God. En God heeft mij uiteindelijk overtuigd. Het is de Heilige Geest die mij heeft overtuigd, broeders en zusters. Het was niet die dominee, het was niet die voorganger, maar het was Gods Geest die mij ervan heeft overtuigd dat ik... En wat ben ik dan? Een kind van God. Amen. We hebben vorige week al een hele rits aan, die uitspraken, wat te maken hebben met je identiteit. Ja? Maar het begin is, ik ben een kind van God. Maar hoe word je een kind van God? Door wedergeboorte. Johannes 3, vers 3 zegt, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Vers 5 zegt, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Je moet dus wat doen. Je moet stappen ondernemen. Weet u, dit is wat velen van ons missen. Ik wil u dan ook die vraag in het midden leggen. Bent u wederom geboren? Heeft u Jezus ontmoet? Bent u ooit aangeraakt geworden door de Heilige Geest? Het is niet het werk van mensen, het is het werk van God. Hij heeft een bedoeling met uw leven, broeders en zusters. U bent, als je dat echt op de keper beschouwt, u bent niet toevallig hier op aarde zomaar. Ja, uit het niets of weet ik veel. Nee, God heeft bedoeling met u. Alleen, Heer, open mijn oog. Mensen die Jezus niet kennen zijn verblind. Ja. In die tijd waren, ik wijk helemaal af van de prediking. Maar mensen in die tijd, zelfs de theologen, Sadduceeën en de schriftgeleerden, die dachten God een plezier te doen door regels na te leven.
Maar dat is verre van dat, broeders en zusters. Want ze deden omdat het moest. Het is de buitenkant. Maar de binnenkant, zijn ze ver van God. Daarom wil God maar één ding van ons allemaal. Ja, de rest volgt vanzelf. Ja, toch? Hij wil ons hart hebben. Ja. En dit is ook wat ik vandaag de dag verkondig, broeders en zusters. Het evangelie van het kruis. Oh ja, nu weet ik het weer. Ik ben part-time taxichauffeur. Ja, en weet u, dat is zo heerlijk. Je rijdt, ja, en soms mag ik in het elektrische auto rijden. Geef je wat meer gas. Oh. En dan komen mensen binnen. Dat is niet altijd het geval. Maar bij tijd en wijle, dan mag ik spreken over de Heer, over het geloof. Weet u, en soms mag ik zelfs bidden voor hen. Ja. En er was een zuster, een mevrouw, een van de laatste keren was zelfs een non. die moest van Utrecht naar Zeist. Zij die moest naar een fraterhuis gaan. En ik sprak zo, kent u Jezus? Ja, ik ken Jezus. En ik vroeg haar, ja, wie Jezus was voor haar. Nou, ze vertelde dat zo en toen wist ik het wel. Het zit wel goed met deze zuster, ja. Maar weet u, ik heb de vorige keer ook een non gesproken. En ik sprak ze over de Bijbel. Nou, die wist dus helemaal niet wat bepaalde teksten in staan. En weet u, en dan denk ik, dan vertel ik dus over de Heer. Dan deel ik mijn ervaring aan haar, aan een ieder. En soms, weet u, soms mag ik bidden voor deze mensen. En soms, heel soms, een paar keer heb ik zelfs mensen op naar de Heer mogen leiden. Ja, zo ver kan het soms komen. Maar ja, dan ontbreekt natuurlijk wel de follow-up en zo. En dat is wel jammer. Maar in ieder geval, ik mag zaaien, broeders, waar ik ben. Hoe staat het met u? Ja, heeft u mogen delen afgelopen dagen, afgelopen weken, met mensen die de Heer Jezus niet kennen? Ja? Of, weet u, dat is ons voorrecht, hè, om te mogen delen. Mensen te mogen wijzen op de Heer Jezus. Weet u dat een heleboel mensen echt aan het zoeken zijn? Een heleboel mensen hebben geen vrede in hun hart. Ja? Die periode dat ik toen, ik vertelde dus, ik hoorde het woord, ik was toen zoekende. Er was een leegte in mijn hart. Niemand kon het geven. Waar ik naartoe ging, dat konden ze mij ook niet geven. Ik ging naar de bars, discotheken en zo. Ik was op de dansvloer, denk ik op een moment, midden in de avond. En dan denk ik zo, wat doe ik hier? Zo, dat bewustzijn opeens. Ja, dat is raar, hè? Maar weet u, als we oprecht zoeken, de Heer zegt, wie klopt zal opengedaan worden. Wie zoekt die, vindt. Dus als we echt oprecht zoeken met ons hart, niet met ons verstand, hij zal zich laten vinden. Halleluja. Ik verkondig het evangelie van het kruis. Het eenvoudige kruis. Voor de wijze wereld is het een dwaasheid, broeders en zusters. Maar voor gelovigen een heerlijkheid en kracht van God. Dat staat 1 Korinthe 1 vers 21 tot 27. Ja. En dit is ook mijn gebed dat de Heere God de blinde ogen, ja, hun verblinde ogen gaat openen. En dat, in 1 Korinthe 2 staat het volgende, broeders en zusters. 1 Korinthe 2, vers 9. Want gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Dus wat geen oor heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. Wie zijn dat? Dat zijn wij toch? Hun heeft hij geopenbaard. Hè? Want ons, zegt Paulus in vers 10. Ons heeft God het geopenbaard door de geest. Door de Heilige Geest. Want de geest doorzoekt of onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepten van God. Weet u, bij de wedergeboorte
Wat gebeurt daar eigenlijk? Nou, we hebben zo even een beetje gehoord dat wij een nieuwe geest hebben ontvangen. Dus het oude is voorbij. 2 Korinthe 5, vers 17 hebben we zo even gelezen. Hè? Zie, het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij gegaan. Mensen die ongelovig zijn, God nog niet kennen dus, die hebben geen verbinding met de Heere God. Omdat ze ongelovig zijn. Ze zijn niet tot het geloof gekomen. Ze zijn niet wedergeboren. Gods geest woont daar niet. En ze hebben ook geen nieuwe geest ontvangen. Maar als je wederom geboren wordt, dan ontvang je een nieuwe geest. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Amen. Het nieuwe is gekomen. Wat is dat nieuwe? Dat is de nieuwe geest. Ezekiel 36 spreekt over, daar zegt hij, hij benadert het vanuit een andere hoek. Hij zegt dus eigenlijk dat God een operatie, dat zijn dan mijn eigen woorden, maar daar komt het eigenlijk op neer. Hij heeft een operatie in je leven gedaan. Hij zegt, het oude hart, dat stenen hart, heeft hij verwijderd. Hij heeft een hart van vlees gegeven. Wauw, heren. Doe mij nog een operatie. Heerlijke operatie, broeders en zusters. Ja? En dat is dus wat er gebeurt als je wederom geboren wordt. Je ontvangt een nieuwe geest. Wat is die nieuwe geest? Die nieuwe geest is volmaakt. Die is zonder zonde. Daarom staat er in sommige geschriften van Paulus geschreven. Gij dan die volmaakt zijt. Dan spreekt hij dus over je geest. Ja? Die is volmaakt. Wat nog niet volmaakt is, is je ziel, je denken, je gevoel. Ja? Je denken, je moet vernieuwd worden, Romeinen 12 vers 2, meen ik. Ja? Dat is een proces. Maar je geest is volmaakt. We hebben dus een nieuwe geest ontvangen. En vanaf dat moment, broeders en zusters, kunnen wij met de Heere God, die tevens geest is, communiceren. Dus wat Adam verprutst heeft, om zo te zeggen, wat daar kapot is gegaan, is door de tweede Adam, wordt Jezus ook genoemd, is hersteld. We moeten wel in Jezus geloven. Amen. U en ik, weet u, God heeft. Weet u wat de plan van God is? Oh. Efeze 1 vers 5. Efeze 1 vers 4 spreekt over voor de grondlegging der wereld heeft hij ons voorbestemd. En dan in Efeze 5 staat geschreven om als zijn kinderen genoemd te worden. Zijn kinderen. Dat is dus de relatie die God wil hebben. En niet discipelen, geen slaven. Geen dienstknechten, helemaal niet. Dat is allemaal voorlopers. Ja? Toen de tijd is prima dat je een discipel bent. Maar nu, broeders en zusters, wij zijn zijn kinderen. Hoe dicht wilt u hebben? Dichter kan niet, Lok. Ja, hij is onze vader tot wie wij mogen bidden. Amen. Halleluja. Even kijken. Dus dat is... Wat de Heere God van ons wil. Heer, open onze ogen. De ogen van je hart. Weet u, als ik de Bijbel lees, en dan lees ik ze over de tijd dat Jezus toen nog op aarde leefde. Ja, en daar staat bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 9. Ik ga even heel snel erheen. Ja. Matteüs hoofdstuk 9. Nou, Jezus werd daar echt aan alle kanten getrokken, als het ware. Heer, ik heb uw gebed nodig. Heer, hier is weer een verlamde. Daar is weer een blinde die genezen wil worden. Dus hij had echt heel erg druk dat moment. En dan staat er in Matteüs 9, vers 35. En Jezus ging alle steden en dorpen langs. Wauw. Wat een bediening, hè?
Maar daar is hij voor gekomen. Hij is gekomen niet om bediend te worden, maar hij is gekomen om te dienen, broeders en zussen. Hij leerde in hun synagoge. En elders staat er dat hij leerde wat met gezag. Als Jezus binnenkwam en iemand had dus op een gegeven moment een duivel in zich, dan manifesteerde die duivel meteen. Wat heb ik met u te doen, zoon van God? Kunt u een andere evangelie lezen. Gelijk die manifestatie. Waarom? Hij kwam met gezag, broeders en zusters. Gezag van wat? Ja, gezag van de Heilige Geest. Hij had de zalving van de Heilige Geest. Ja? De Heilige Geest. Die u en ik ook vandaag de dag hebben. Dat is niet, wij zijn niet, hoe noem je dat? Wij zijn dezelfde, om zo te zeggen. Ja? En dat staat hier. Hij leerde in een synagoge en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En hij genas alle ziekte en alle kwaal. Maar dat was gewoon vanzelfsprekend. Dat waren, dat waren de wonderen en tekenen. Ja, maar het gaat mij om het volgende, broeders en zusters. Toen hij de scharen, de massa mensen zag. Dan denk ik mezelf, Heer, hoe kijkt u eigenlijk? En dan staat daar, hij zag de hele meute mensen, duizenden mensen. En hij werd met ontferming bewogen. Dat is de liefde van God, broeders en zussen. Ja. Het werk van Jezus, ja, wij denken vaak in partjes, zo van, nou, van, 9 tot 5, klaar. Als ik klaar ben, is het klaar, ik kijk niet meer om. Ja. Maar weet u, als het gaat om het evangelie, dat eindigt niet van 9 tot 5. Ja. Ik denk bij mezelf, Heer, u heeft, ik weet niet hoeveel dagen hij bezig is. Ik denk alle dagen, alle uren van de dag. Ja. Hij zag de scharen en hij werd met ontferming bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder. Dus hij zag hen al, ja, sommige van hen dolen, ronddwalen, geen herder. Ja, weet u, ziet u die persoon die aan het dolen is? Open mijn ogen, Heer, dat ik niet alleen maar Mie, ik. Oh, ik heb toch zoveel zorgen. Oh, ik heb toch zoveel te doen. Ik moet nog dit doen. Ik moet dat. Nee, broeders en zusters. Ja, ik ben nu gepensioneerd. Ik, weet u, als ik thuis ben, ik denk van, wat heeft een mens eigenlijk nodig, toch? Alleen, nou, slaap, dat moet je hebben. Als je niet slaapt, dan ga je een paar dagen niet slapen, dan ga je rare dingen zien. Dus dat moet je gewoon hebben, rust. Ja. Maar voor de rest, een beetje eten. Ja. Beetje pastijtje van Corrie. Snoepen. Bami hier, bami. En we eten niet eens veel, want naarmate je ouder wordt, dan eet je toch minder. Ja, misschien jij niet, maar goed. Maar je blijft zo dun. Hard werk. Maar weet u, we hebben helemaal niet veel nodig. Ja, je maakt dingen alleen. Oh, je wordt geleefd. Ja, dat is ook die. God wil dat wij eigenlijk elke dag dat we leven vanuit die vrijheid gaan handelen. Want hij heeft ons toch vrijgezet. En die hij vrijgezet heeft, is waarlijk vrij. Weet u, sommige mensen zijn helemaal niet vrij. Ze zijn gebonden. Ja. Mensen, soms zijn de mensen die in de gevangenis zitten zelfs vrijer dan mensen die buiten zijn. Wist u dat? Ja, niet altijd, maar goed. Ja. Met Paulus bijvoorbeeld, ja. Ja. In Lucas 11 staat een verhaal over de lamp. Hij zegt, de lamp, als je die lamp hebt aangemaakt,
Ja. Dan ga je zo'n lamp, als die aan is, dat is dan zo'n lantaarn dinges, hè, dat is op zichzelf staan, die ga je niet onder de tafel plaatsen. Ja. Stel dat het hier duister is, je hebt dus toch geen lampen en zo. Nou, die lamp, als je hem aan hebt gezet, want het is hier donker, dan zet je op de tafel. Wat gebeurt er dan? Zodat niet alleen jij kan zien, maar iedereen ook kan zien, kan onderscheiden. Ja? En wat is het zo belangrijk, broeders en zus? Het onderscheiden, dat woord, is ook heel belangrijk. Want dat staat dus in Hebreeën 5. Ja? Dat is dus voor de volwassen christenen. Daar heeft Paulus het... Die heeft dus eigenlijk over de onvolwassenen en de volwassen christenen. Volwassen christenen, zegt hij, die hebben hun zintuigen geoefend in het onderscheiden tussen goed en kwaad. Ja, nu denk je wel, ja, ik weet wat goed en kwaad is. Nee, echt, wat is het hart van een persoon, weet u? Het hart van een persoon, ons hart, voordat wij Jezus kenden, het was verdorven. Het was lelijk, het was gemeen, het was hebzuchtig, noemt u maar op. Dat was ons hart. Kunt u het hart zien? Zomaar? Nee. Hebben we de Heilige Geest. We hebben onderscheiding nodig van God. Melk heb ik u gegeven. Wat is het melk? Het woord, broeders en zusters. We moeten dus ons voeden met het woord, opdat we daarin mogen groeien en volwassen worden. En wat gebeurt er dan? In Johannes 4 zegt Jezus, mijn spijze, ja, volwassen voedsel is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Dus, melk is het woord. En wij groeien daarin op. Ja? Je wordt sterker, je hebt spieren. En wat moet je dan doen? Niet steeds, maar melk. Nee, je moet in de uitvoering gaan. In de uitvoering. Je moet het in de praktijk gaan doen. Dat wat je geleerd hebt. Anders krijg je zo'n hoofd. Ja? Vol met kennis. Amen. Dat maakt niet uit of je nou voorganger bent of, wat is dat, gewoon naar de kerk gaat, maar dat u dan in ieder geval geen consumenten bent. Bent u lid van de Consumentenbond? Nee, we moeten eigenlijk, ja, als u dus Hebreeën 5 leest, hoe lang, daar zegt de dinges, hoe lang ben je al in het geloof? Weet je wel, u behoort al leraars te zijn, om het zo te zeggen. Ja, niet iedereen wordt leraar, maar in ieder geval, je moet al verder gaan gegroeid zijn in je leven, broeders en zusters. Ja. En dan staat daar inderdaad, we moeten dus onze zintuigen gaan, niet deze zintuigen, maar de zintuigen van het hart gebruiken, gaan oefenen. Ja, in het onderscheiden van goed en kwaad. Wat is van u, heren, en wat is niet van u? Wie heeft hier Facebook? Ja. Facebook kan heel gevaarlijk zijn, ik waarschuw. Misschien weet u dat al. Maar dat kan heel, heel gevaarlijk zijn. Ik bedoel gevaarlijk, niet dinges, maar... ik ben lid van... Andy Simon uit Indonesië, ik weet niet of u hem kent. Andy Simon heeft heel veel kijkers, viewers. Hè? En onder zijn bediening een heleboel mensen genezen. Maar die wordt iedereen kan daarop gaan posten. En op een moment, woep, een hele erotische plaat. Porno. Dus, en dan, weet u, als je gevoelig bent... Ja? Wie is hier gevoelig? Ik ben gevoelig. Mag u best zeggen. Mag u best weten. Ja? Ik ben gevoelig, broeders en zusters. Ik zat in de strijd. Mag u weten. Weet u wat ik gedaan heb? Nova die was aan het stofzuigen. Ik zei, Nova, moet je kijken hier. Moet je kijken. Weet je wel? En ze ging kijken. Oeh. Dus op het moment dat je gaat klikken, dan ben je verkocht. Ja, dat moet je niet doen. Dat is heel zo gevaarlijk.
porno sites. En niet alleen maar via Facebook, maar andere dingen, weet je wel. Weet u, wij moeten ons rein houden, broeders en zussen. Soms kun je niet alleen. Heb je een medestander? Hebben we de Heilige Geest nodig? We hebben het woord nodig. Alsjeblieft. En dat is alleen... Dat is niet alleen met dit, maar ook met alle andere dingen. Ja? Op de computer. Hoe gevaarlijk is dat? Broeders, dat je dan op een gegeven moment stapt. En dan denk je van, ah, dat is toch... Hè? Of gokken, of al die andere dingen. Ja? Wat, het begint heel, heel mooi, maar het eindigt... Ja. En de geest is het die in jou zeggen van... Ja, maar op een gegeven moment, als je door blijft kijken... Wat denkt u? Het heeft geen zin meer, want je blijft toch kijken. Doe dat niet. Ik heb Nova erbij gehad. Oeh ja, nou eruit, wegwezen. Uit die site. Ja? Gelijk de waarheid. Ja, amen. Amen. De waarheid maakt je vrij, broeders en zusters. Ja. Loop daar niet mee. Dat zeg ik. Ja? Heel belangrijk. Op wat voor terrein u dan ook wandelt. We dienen namelijk te wandelen zoals Jezus wandelde. En dan hier, Jezus zag de scharen, omdat hij zag met de geestelijke ogen. Ja? Hij zag hun binnenste van hun hart. Hij zag hun schreeuw. Hij zag hun nood. Schreeuw om liefde. Zo kijkt Jezus naar die mensen. Laten we ook zo kijken, broeders en zusters. In Johannes 5, daar gaat het over, als ik me niet vergis, de waterpoel, het watergedeelte, een soort van zwembad, met omheen allemaal zieke mensen. Heleboel zieke mensen. Jezus kwam daar en hij zag maar één persoon. Dan denk ik mezelf, Heer, en die andere dan? Dat staat er niet, broeders en zusters. We moeten, ja, je kunt er tegenin gaan en zeggen van, ja, maar dit en dat. Dat zijn onze redenaties. Daar staat, Jezus zag die ene persoon, 38 jaar lang geloof ik weet niet precies, maar dat moet u gaan uitdiepen. Heer, hoe kan dat? Tuurlijk zag hij die andere mensen, maar niet hun hartsgesteldheid. Ja? Als je al heel lang blind bent, ja? Ik kan me voorstellen dat als je zo lang blind bent, ik heb ook ooit een blinde gehad in de auto, met een stok, dan weet je, weet wel, je huis, precies wanneer een drempel is. En zo. En stel u nog eens voor, zo'n blinde, die weet hoe hij voor zichzelf moet zoeken, zorgen. Ja? Dag in, dag uit. En die krijgt hulp waar nodig is. Zo'n blinde, die is op een gegeven moment, ja, dat is zijn eigen wereld. Wat denkt u na verloop van tijd? Hij heeft niks meer nodig. En dan komt Jezus. Wat wilt u dat ik doe? Dan vraagt hij tegen de blinde. Denk, wij zouden zeggen, de. Nee, niet de. Dat is een terechte vraag. Die blinde die kan zeggen, van, ik heb u niet nodig, Heer. Ik doe het wel op mijn eigen manier. Begrijpt u? En iemand die verlamd is, die heeft een rolstoel. Moet u kijken wat voor hoe noem je dat, faciliteiten hier niet hebt in Nederland. Je hebt eigenlijk maar heel weinig hulp van derden nodig. Vindt u dat raar, dat als Jezus komt, weet je wel? Nou, datzelfde geldt in die tijd. Als Jezus komt tegen een blinde, wat wilt u dat ik doen zal? Begrijpt u? Nou, bij deze zag Jezus waarschijnlijk al die harten van die anderen. Die waren gefocust op de wegen van het water. Neem ik aan. Nou, zekerheid kan ik het niet zeggen. Maar Jezus zag die ene man. En hij genas die ene man. Ja? Halleluja. Maar hetzelfde ook, Handelingen 3. Waar Petrus en Johannes dagelijks naar de tempel gingen om te gaan bidden.
Maar dat ene moment dat hij daar langs die verlamde, daar staat ze, brachten die verlamde daar, ja, zodat hij dus almoezen kon krijgen van mensen die er langs kwamen. Nou, op dat moment kwamen Petrus en Johannes langs. Hij vraagt dus van iedereen, dus ook van Petrus en Johannes. Maar daar staat, Petrus zag hem, hier het woordje, scherp aan. Nou, scherp is dus, is de Heilige Geest. De Heilige Geest zegt tegen Petrus, sta stil bij deze persoon. U kent het verhaal wel, hè? Goud en zilver heb ik niet, maar in de naam van Jezus, wandel, sta op. En hij richtte. Maar hij zag eerst scherp, broeders en zussen. Ziet u hoe belangrijk het is? U heeft ogen. U heeft 4 paar ogen. Ja. Gebruik meer die geestelijke ogen in u. Meer dan uw gewone natuurlijke ogen. Broeders en zussen. Waarom? Omdat wij, wat we gelezen hebben in Efeze 3. Ja, dat onze ogen verlicht zullen zijn. Helder verlichte ogen, uws harten staat daar. Maar dat betekent zoiets als van, dat ze onze ogen verlicht zullen worden. Zodat we dus, als je helder bent, daar staat dus, zoals die lamp. Ja, hij zegt, die lamp, die zorgt ervoor dat iedereen kan zien. Nou, zegt hij, de schrijver, Lucas, geloof ik. Hij zegt, die lamp is het oog voor je lichaam. Het is de lamp van het lichaam. Dus je ogen moeten zuiver zijn. Ja? Anders kunnen we niet helder zien. Amen. Opdat je dus kunt zien, de hoop van zijn roeping. Ja, om dat geloof ook uit te werken. Die er is, in vers 10, roeping, opdat die bevestigd wordt door je gedrag. Ja. 2, de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dat is Efeze 1, vers... Efeze 1, vers... Wat zei ik? Vers 17, hè? 17 en 18. Vers 18 is dat. Ja, en als laatste de alles overtreffende kracht van zijn grootheid, onder andere de opstanding. Weet u, het komt eigenlijk hierop neer. In Christus hebben we eigenlijk zoveel ontvangen. Ja. De gaven van de geest ook. Alleen een heleboel mensen die ontvangen dan een cadeautje. Ja, binnenkort met de kerstdagen, dan geven we cadeautjes weer. En dan, u ontvangt zo'n cadeau van God. En dan vervolgens, wat doe je dan? Ja, je stopt het weg. Dat komt later wel, zeg je dan. Is toch jammer? Dat doe je toch niet in het natuurlijke? Nee, in het natuurlijke is het gelijk van, is het een nieuwe haardroger of zo? Ja. Ja, precies hetzelfde eigenlijk. Dus wij moeten daarin eigenlijk leren. Dus open de ogen van mijn hart. Ja. Ja, de tijd schrijdt voort. Ik wil u meegeven, 1 Korinthe 15. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet binnengaan, maar het opstandingslichaam van Jezus. Ja, maar goed, dat is misschien voor de volgende keer. Ja, 1 Korinthe 15, sorry. Ja. Even een vraag. Weet u aan hoeveel mensen Jezus na zijn opstanding, toen hij opgestaan was uit de dood, aan hoeveel mensen heeft Jezus zich laten zien? Was dat 5 mensen? 50 mensen? Of 500 mensen? Of 5000 mensen? Wie zegt voor de 5000? Wie zegt voor de 50? Nee, maar nee, het is ook niet 5000, maar 500 is dat. Meer dan 500. Ja? Ja. Dus, maar kunt u zich voorstellen, dat is dus de opstandingslichaam van Jezus. En Jezus ging dwars door de muur heen. Hoe weet ik dat?
Johannes 21 lezen, dat verhaal over Thomas. Ja? Een week eerst, ze waren eerst bij elkaar, al die discipelen, behalve Thomas. En toen verscheen Jezus, want ze hadden alle deuren op slot gedaan. En opeens was Jezus er. Pam! Waar kom je nou vandaan? Weet je? Dus de bouwstenen zijn ook anders dan wat we nu hebben. Weet je? Dus wat we nu hebben, ja, je hoeft niet te proberen door de muur te heen te gaan. Maar dan krijg je een blauw oog. Maar dan, als we zo'n verheerlijk lichaam hebben, zoals Jezus, wij zullen hem volgen, toch? Kun je dus dwars door de muren heen. Amen. Nou, dat is in ieder geval een mooi vooruitzicht voor later. Amen. Zij die de Heere Jezus, in de Heer Jezus geloven. Maar deel het, broeders en zusters. Hou het niet voor uzelf. Ja. Als uw ogen geopend zijn, deel het aan anderen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, tot zover de prediking. En dan gaan we over tot het heilige avondmaal. Wie gaat het uitdelen? Mag ik die uitnodigen om naar voren te gaan? De uitdelers. De uitdeelsters. Zal ik eerst jou interviewen? Of, nee. De muziek, ja. Heb je bepaalde liedjes, Erik? Of Rick? Nou, ik denk alleen Rick, maar je speelt voor 10, toch? Waardig, waardig misschien. Ja. Er uw bloed. Okay. Mogen deelnemen aan het heilige avondmaal. De Bijbel zegt dat op het moment dat wij zijn kinderen zijn geworden, opnieuw zijn geboren, dat wij ook gedoopt zijn in het lichaam van Christus. We maken deel uit van het universele lichaam van Jezus. En dan hebben we elkaar nodig eigenlijk. En je kan ook zeggen dat je van elkaar broers en zusjes bent eigenlijk. Ja, Anita is mijn kleine zus. Ipi is mijn kleine broertje. En u bent allemaal mijn broers en zusjes. Halleluja. En betekent dus als dat zo is, we worden bewuster van elkaar, ja, dan ga je ook na aan het hart wat betreft het welzijn, geestelijk en lichamelijk, van de ander. Ja, toch? Het is niet zo van, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Nee, echt, het gaat zeer goed. Nee, dan maak je gewoon een praatje. Ja. En dan bemoedig je elkaar. Amen. En zo versterk je elkaar eigenlijk. Halleluja. Halleluja. Zullen wij gaan staan?
De Bijbel zegt in Johannes 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Waarom niet? Hij is geest. Kunt u een geest zien? Nee. Engelen zijn ook geesten. Dienende geesten. Ze zijn nu rondom ons. Wist u dat? Kun je ook niet zien. Dus wat hier staat, is helemaal niet zo vreemd. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren, wilt u God zien en leren kennen? De enige geboren zoon die aan de boezem, een andere vertaling, aan de schoot van de vader is. Wauw, zo'n intieme relatie, zo dichtbij. Ja. Die heeft hem doen kennen. Dus in Jezus vindt u God de Vader. Ja? In Christus Jezus. Als u hem kent, dan kent u de Vader. Amen? Dus als u zegt van, oh, ik wil God de Vader leren kennen, dan moeten we het woord lezen. Want het groot gedeelte van de evangelie gaat over Jezus. Johannes 17 is heel mooi, hè? Het gaat over het gebed. En dat soort dingen meer. Maar goed. Het is weer voor een andere keer. We hebben het brood in onze rechterhand. Ik pak eventjes de juiste tekst bij. Halleluja. Vader, dank u wel dat wij zo hier bij elkaar zijn, heren. Ja, en wij gedenken eigenlijk, wat ik al vanaf het begin ook al zeg. Onze voorganger, broeder Paul, die is ziek. Daarom sta ik hier. Eigenlijk zou hij hier moeten staan. Laten we ook eerst voor hem bidden. Hè? Okay. Vader in de hemel, dank u wel. Heren, dat we op dit moment mogen bidden voor onze voorganger. Die, ik weet niet hoe ernstig hij daar op bed ligt, heren. Maar ik bid u voor de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Heer, dat het in hem, in zijn hart mogen regeren. We bidden u zo ook, heren, voor spoedig herstel van zijn lichaam. In de naam van Jezus. Heer, dank u voor het brood dat voor ons, dat wij in onze rechterhand hebben. En dan willen wij naar uw woord luisteren. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood. Hij sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen. En hij zeide, neemt en eet, dit is mijn lichaam. Laten we eten. Glorie voor de naam van Jezus. We willen de beker in onze rechterhand houden. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die. En zeide, drink allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Laten we drinken. Halleluja. Laat u in gebed gaan. Misschien heeft u een gebed wat u hardop wil uitspreken. Ja, dan hebben we nu de tijd. Ja, even een aantal minuten als u dan een gebed heeft. Halleluja. Niemand die u wil bidden? De Heere danken. Glorie voor de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Hemelse Vader. Heer, we willen dankzeggen voor elkaar. Dat we hier mogen zijn. In dit gebouw. Verwarmd en wel. Weer als we denken hoeveel van onze broers en zussen dat niet kunnen, eer in andere werelddelen. We danken u voor gezondheid, voor een dak boven ons hoofd. Heer, we danken voor, voor onze broeders en zuster. U gebiedt ons om elkaar lief te hebben.
heren, de godsvrucht te hebben, die uiteindelijk uitmondt in de broederliefde of zusterliefde. Heer, ik dank u voor deze momenten, heer, dat we mogen gedenken hoe u voor ons stierf aan het kruis. U heeft geleden, heren, heel zwaar geleden. Heer, maar u bent er doorheen gegaan. Heren, onze straf heeft u gedragen. Onze ziekte heeft u gedragen. Heren, daar, we kunnen alleen maar dankbaar zijn voor u. Dankbaar, heren. Halleluja. Halleluja. Zullen we dat lied zingen wat jullie ook gezongen hebben, eens even? Iets over, over toen. Toen en het derde lied of zo, kan dat? Ja. Even, kunnen we dat zingen? Halleluja. Glorie. Mag ik zien? Even kijken. Ik geef u meer dan een lied. Ja. Ik geef u meer dan een lied. De muziek vervaag. De muziek vervaag. Dat is het. En dan hierna voor Lokkie, voor de zegenbeden. Ja? Wil jij nog zeggen?
Dank u wel, Fred, voor het woord. En dan hebben we ook geleerd dat God ons ook de geest van wijsheid altijd geeft, zodat we hem mogen kennen. En dat onze ogen verlicht mogen worden. Dat is een heel mooi woord. Ook een heel mooi getuigenis van Jeremy. En dat heeft me geraakt. En ik wil toch van deze gelegenheid gebruik maken om ook nog een korte getuigenis te geven. Het is al een heel tijd geleden hoor dat het gebeurd is. 30 jaar geleden. We waren toen in Indonesië. En we hadden toen een auto gehuurd. Dus Corrie, ikzelf, de kinderen, maar ook de zus van Corrie was mee. De zwager en een neef. En we hadden een auto gehuurd in Sumatra. En dat was dan in de bergen. Voor degenen die weten hoe die wegen daar in de bergen zijn in Indonesië. Het zijn allemaal kronkelwegen. En bij zo'n bocht, dan zien we aan de ene kant een heel hoge berg. Verticaal omhoog. En aan de andere kant zien we dan een diepe ravijn. En zonder vangrail. En de chauffeurs in Indonesië hebben de neiging om hard te rijden. Heel hard. Ook bij die bochten. En toen was het bijna gebeurd met ons. Want de chauffeur van ons, die kwam bij zo'n bocht. Hij wist niet of er een tegenligger aan zou komen. En ja hoor, bij die bocht kwam een tegenligger. Maar er was ook nog een andere auto die de tegenligger wil inhalen. Dus op een gegeven moment zagen we twee auto's op ons afkomen. Met een flinke snelheid. Nou, op dat moment schreeuwden we natuurlijk allemaal in de auto. En op dat moment dacht ik ook, nou, ik wacht gewoon op de klap. En dan is het gebeurd. En dan is de auto de ravijn in gereden. Maar de Heer is goed. Want daarvoor en daarna was er naast de weg meteen een ravijn. Maar juist op die bocht was er nog een klein stukje hoorstaalstukje. En die chauffeur kon met veel moeite nog remmen en op dat stukje zijn auto stopzetten. Bijna met de ravijn. Was het gebeurd daarvoor of daarna, dan waren we gewoon het ravijn ingereden. Maar de Heer is goed. Nou, de chauffeur was natuurlijk erg boos. Hij zat te vloeken ook tegen die andere chauffeurs, maar ja, die reden gewoon weg. Die gingen niet stoppen. Maar dat voorval kan ik nooit vergeten, hoe de Heer ons allemaal beschermd en behoed heeft. Geweldig. Ja, de Heer is goed. Ik ga even de mededelingen doen van vandaag. De offerhande van vandaag, die gaat naar de zending. Dat is altijd zo, de eerste zondag van de maand, dan gaat de offerhande naar de zending. De hele maand december hebben we op de dinsdagavonden geen samenkomst. Vrijdag 8 december hebben we om 8:00 s'avonds een filmavond bij Mary Jacobs. Adres Zwaluwenstraat 66 in Amersfoort. We gaan dan de film kijken, Left Behind, en dan is het deel 2. Deel 1 was vorige maand al laten zien. Dus ik hoop dat velen van jullie ook kunnen komen bij Mary om de tweede deel van deze film te zien. Aankomende zondag 10 december hebben we een gastspreker. Dat is moeder Peter de Loo uit Deventer. Nog een paar belangrijke data's. Zaterdag 23 december hebben we om 1:00 's middags evangelisatie in de stad. Dat is dan aan de Korte Gracht. We gaan dan bekende kerstliederen zingen onder leiding van Mary Jacobs. We vragen of veel van jullie ook mee willen doen om daar die liederen te zingen. Nadere berichten volgen nog. Zondag 24 december vieren we ons kerstfeest. Het begint om 4:00 's middags. Als afsluiting hebben we dan een kerstdiner. Op die zondag 24 december vervalt ook de ochtenddienst.
Als jullie nog een kerstbijdrage hebben in de vorm van een lied of een voordracht, dan kunnen jullie tot uiterlijk vandaag dat nog doorgeven aan Petra of aan Alice. Willen jullie ook tot uiterlijk 17 december aan zuster Sandra doorgeven met hoeveel personen jullie komen op ons kerstfeest? Dit in verband met de catering. Maandag 25 december hebben we geen dienst. En zondagochtend 31 december hebben we een dankdienst met getuigenissen. Ook hiervan zullen de nadere berichten nog volgen. We hebben een eenjarige afgelopen week. Op 30 november is het Dave Noble. Ik zie hem niet, hij is niet aanwezig, maar we zullen ook voor hem bidden. Ik wil vragen of iedereen op wil staan. Lieve Vader, we danken voor het woord deze ochtend. We danken voor de getuigenissen. We danken voor uw liefde, uw trouw, Heere. Dank, Heere, dat we nooit alleen hoeven te zijn. We hebben altijd u in ons leven. We willen ook bidden voor Dave Noble. Hij is jarig geweest. Dank, Heere, dat u hem weer een jaar heeft gegeven. En wilt u ook Dave in het nieuwe levensjaar een geweldig, gezegend nieuw levensjaar geven, Heer. We hebben ook al gebeden voor onze voorganger Paul, dat hij dan heel snel mag genezen. Lieve allemaal, gaan jullie allemaal nu heen naar jullie eigen Jeruzalem en mogen daarbij alle zegeningen en de wonderbaarlijke gemeenschap met de Heilige Geest bij jullie blijven totdat de Heer Jezus komt. Want Maranatha, Jezus komt. En iedereen zegt Amen.